Afgelopen vrijdag kwamen centrale banken en andere financiële instituties samen voor de jaarlijkse IMF-vergadering. Een belangrijk agendapunt was de toekomstvisie op digitaal centrale bankgeld, oftewel het CBDC. Volgens critici een nieuwe stap naar meer top-down controle over ons geld. Maar volgens het IMF en onze koningin Maxima de manier om financiële diensten wereldwijd toegankelijk te maken. Hoe zit dit precies en worden de risico's niet onderbelicht door de politiek en de media? Econoom Jelena Possuma gaat ons hierover bijpraten. Maar laten we eerst even beginnen bij IMF. Wat is dat eigenlijk? Het is wel goed om het IMF even kort te introduceren, inderdaad. Het IMF is een financiële instelling als onderdeel van de VN, dus van de Verenigde Naties. En die heeft als doel het bevorderen van financiële stabiliteit en economische groei. Dus twee zaken die nu nogal moeilijk zijn. En wat is er zoal besproken op het event? Wat zijn de zorgen? Nou ja, zoals gezegd, inderdaad, de hele wereld kampt eigenlijk momenteel met inflatie en afnemende economische activiteit. Daarom zitten, zoals ik net bij het nieuws van de dag al even kort vertelde, centrale banken best wel in een spagaat. Dus die hadden ook de hoofdrol bij de jaarvergadering afgelopen vrijdag. Zoals ik al uitlegde, om de inflatie te bestrijden willen centrale banken aan de ene kant de rente verhogen. Maar tegelijkertijd moeten ze oppassen dat ze het niet te snel doen. Omdat er is wereldwijd ook enorm veel schuld. En als de rente te snel verhoogd wordt, dan kunnen die schulden niet meer betaald worden. Dus dan loop je het risico op een enorme financiële crash. Dat willen ze natuurlijk ook voorkomen. Ja. Dus en die problemen die nu spelen zijn eigenlijk inherent aan het financiële systeem wat we nu hebben. En een mogelijke oplossing van het IMF is eigenlijk een heel nieuw financieel systeem. En dat is CBDC? CBDC, inderdaad. Een belangrijk agendapunt van de vergadering ging daar ook over. Dat heette CBDC en Financial Inclusion. Mm-hmm. En tijdens dat die seminar werd uitgebreid besproken wat een CBDC nou echt inhoudt en wat overheden en centrale banken ermee kunnen. En de directeur van de IMF heeft daar ook het een en ander over verteld. Daar hebben we een fragment van. Laten we even gaan kijken. The third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contract, to allow targeted policy functions. For example, welfare payment. For example, consumption coupon. For example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. For example, for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support. So that way can also improve financial inclusion. Hij heeft het hier over financiële inclusie, onder andere door dat geld programmeerbaar te maken. Ja, hij zegt hier dus eigenlijk letterlijk dat centrale banken met die CBDC kunnen bepalen wie wat bezit. En ook dat overheden, centrale banken, maar ook private partijen noemde die, hè, dus bijvoorbeeld grote bedrijven, gewoon kunnen bepalen waar jij je geld aan uitgeeft. En dat is natuurlijk een enorme beperking van de keuzevrijheid en ook zeker iets wat heel controversieel is. Nou, en dit idee is ook niet nieuw, moet ik zeggen. Dit werd in 2020 al eens openlijk besproken door de baas van de BIS, dus de Bank for International Settlements. Dat is eigenlijk de overkoepelende centrale bank van alle centrale banken. Die heeft hier in 2020 ook al het een en ander over gezegd. Daar hebben we ook een kort filmpje van. Ja, laten we daar eerst even met z'n allen naar gaan kijken. Part of our analysis on CBDC, in particular for the use of general use. We tend to establish the equivalence with cash. And there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that
expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Dus absolute controle over de regels, over de voorschriften, hoe die ingezet worden. En dus beschikking over technologie om dat ook werkelijk af te dwingen. Ja, precies, inderdaad. Dus absolute controle en daarmee... Dit was 2 jaar geleden al. Ja, dit was 2 jaar geleden al, inderdaad. Dus dit is een plan wat al heel lang op de plank ligt eigenlijk. En je merkt dat centrale banken ook een beetje zoeken naar een manier of een aanleiding om het ook echt te gaan introduceren. Ze zijn er nu al best wel ver mee en ze hebben ook gezegd, tenminste de Bank of International Settlements heeft ook gezegd dat zij de CBDC niet zomaar zullen introduceren, maar in combinatie met een digitale identiteit. Dat dat echt een vereiste is om het goed vorm te kunnen geven. Wat moet die aanleiding dan zijn? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een grote financiële crisis waarin de inflatie zo hoog is en de schulden zo hoog oplopen dat iedereen het er eigenlijk over eens is van dit kan zo niet langer. Als mensen massaal werkloos zijn en eigenlijk smeken om overheidssteun, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Hè? Als een basisinkomen de enige manier is om nog aan je eten te komen, aan je levensvoorzieningen. En bij ons is de inflatie op dit moment 17%. Is dat dan hoog genoeg? Het is nu nog niet hoog genoeg dat het echt allemaal in elkaar stort. Maar dat zit er natuurlijk wel aan te komen als er geen echte oplossing komt. Dus de inflatie zal de komende maanden nog verder toenemen. En op een gegeven moment wordt het zo hoog dat mensen gewoon hun huur niet meer kunnen betalen. Hun energierekening is natuurlijk, nu al zie je dat, hè? Dat mensen die niet meer kunnen betalen. En wanneer mensen zo weinig kunnen betalen, dat bedrijven gewoon gaan omvallen, werkloosheid toe zal nemen, dan zal de overheid waarschijnlijk inspringen met een vorm van een basisinkomen of iets dergelijks. En dat kan perfect worden uitgekeerd met zo'n CBDC. Omdat je daar ook mee kan programmeren waar mensen die dat basisinkomen aan uit kunnen geven. Hè? Dus aan voedsel of aan huur, aan energie. Dat klinkt vanuit hun standpunt heel begrijpelijk. Ja. Tegelijkertijd klinkt het ook als een heel boevig plan. Maar wat gewoon in alle openheid kennelijk in 2000 en daarna gewoon te vinden is. Je kan het hier zomaar afspelen, ze hebben het zelf verteld. Wat grappig, hè? Hoe dat... Ja, inderdaad. En ze worden er ook steeds opener over. Hè? Nou, dit was al in 2020, is al vrij duidelijk. Maar het filmpje wat we hiervoor zagen van Bo Lee, ja, daar legt hij het echt precies uit wat ze ermee kunnen doen. En het is wel opvallend dat ondanks dat deze functionarissen dit zo duidelijk zeggen, de media hier eigenlijk stil over is. En oppositie, mensen die een beetje opkomen voor het gewone volk, zou ik maar zeggen? Er zijn zeker wel kritische noten, inderdaad. Daar hebben we ook een paar voorbeelden van, inderdaad. Onder andere Arno Wellens, die is er aardig kritisch op geweest. Met name ook de aanwezigheid van koningin Maxima is wel een interessant punt hierbij. Hmm. Ja, die pleit er echt voor, hè? Ja, klopt, inderdaad. Ja, die... In de tweet van de BIS, daar staat zij ook duidelijk in beeld, inderdaad. Ja, hier wordt ook de digitale identiteit genoemd. Hier is de tweet even vertaald naar het Nederlands. Misschien kun je hem even voorlezen? Het introduceren van een CBDC is geen universele oplossing. Het moet in een pakket komen met onder meer digitale en financiële geletterdheid en identiteit. Dat is die digitale identiteit, inderdaad. Ja, daarvoor moeten publieke en private sectoren samenwerken. Nou ja. Wat heeft Maxima hier dan over te zeggen? Maxima is zelf was hier aanwezig niet als koningin, maar als speciaal pleitbezorger van de VN voor zogenaamd financiële inclusiviteit. En zij heeft ook een speech gegeven hier, waarin ze zeer positief was over de CBDC. Kunnen we even naar luisteren? We hebben een stuk van uitgeknipt. Laten we even kijken. CBDC's could help provide the best of both worlds. Encouraging providers to lower costs and broaden access, while also incorporating the advantages of central bank money, such as safety, finality, liquidity, and integrity. CBDCs could also aid in upgrading and connecting payment systems, both domestically and across borders, with all the benefits of having interoperable systems. Now, countries with limited financial infrastructure could also leapfrog directly to a CBDC arrangement, connecting to an inclusive, safe, and efficient payment system. But all these possible advantages are not a foregone conclusion. Ja, wat bedoelt ze daarmee? Deze mogelijke voordelen zijn niet vanzelfsprekend.
Ja, zij ziet inderdaad ook nog een paar risico's, maar dat zijn eigenlijk meer praktische risico's die zij ziet. Dus zij heeft het dan bijvoorbeeld over dat er wereldwijd ook nog mensen zijn die geen toegang hebben tot een smartphone bijvoorbeeld. Zij ziet vooral praktische implementatieprobleempjes, maar zij heeft het niet echt over de risico's voor de vrijheid bijvoorbeeld die ik net heb benoemd. Want wat zijn die risico's dan? Eigenlijk dat de hele bestedingsvrijheid van mensen wegvalt, hè. Want met zo'n CBDC kan, wat ik al zei, de centrale bank kan bepalen waar je het aan uit kan geven, je geld. Ze kunnen zelfs een houdbaarheidsdatum aan je tegoed koppelen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, ja, als je het binnen een maand niet uitgeeft, dan vervalt het. Dan is het gewoon weg. Dus sparen wordt daarmee onmogelijk. Het opbouwen van vermogen wordt daarmee verleden tijd eigenlijk. En jij zou je af kunnen vragen of het überhaupt nog wel geld te noemen is. Ja. Het lijkt meer op een soort van tegoedbon eigenlijk. Is hier dan ook nog kritiek op geweest? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen denken van, koningin van Nederland zou toch misschien wat neutraler moeten zijn? Ja, dat is inderdaad door een aantal mensen wel opgemerkt. Onder andere financieel journalist Arno Welles heeft er het een en ander over gezegd. Die heeft inderdaad gezegd dat, het staat hier, Maxima pleit hier openlijk voor programmeerbaar geld, macht bij de centrale banken zonder parlementaire verantwoording. En dat voor een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk buiten de politiek staat. Nou, dit is een ernstige aantasting van de democratie. Ik denk dat hij daar zeker een punt heeft. Want als we kijken naar de mensen die wel democratisch gekozen zijn, hè, dus bijvoorbeeld de mensen in de Tweede Kamer, daar is het ook vrij stil onder. De meeste mensen zijn hier niet scherp op, de meeste Kamerleden. Een uitzondering is Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Die heeft hier ook wat over getweet. Ja, en hij waarschuwt ook gewoon tegen de CBDC omdat het kan en waarschijnlijk zal leiden tot een sociaal kredietsysteem en een controlestaat. Dat is wat hij letterlijk zegt. Ik zal de tweet ook even voorlezen voor de mensen die via de podcast luisteren. Pepijn van Houwelingen zegt, bizar, digitaal geld uitgegeven via centrale banken is uiterst omstreden. Forum voor Democratie is er valikant tegen, omdat het kan en waarschijnlijk zal leiden tot een sociaal kredietsysteem en een controlestaat. Onze koningin behoort neutraal te blijven. Ja, precies. Terechte kritiek wat mij betreft ook. Ja, misschien is die stap nog vrij groot, hè, voor mensen denken van hoezo van een CBDC naar een sociaal controlesysteem. Maar daar hebben Daan en ik in een uitzending in april al uitgebreid bij stilgestaan. Je noemde de digital identity ook al, hè, de digitale identiteit. Die CBDC die zit daaraan vast. En ik vraag me ook bijvoorbeeld af, hoe zit het dan met commerciële banken? Heb jij een idee wat voor rol die gaan invullen als dit de manier is waarop ons geld wordt uitgerold? Ja, dat is wel een interessante vraag inderdaad. Want de taken die commerciële banken nu hebben, die zullen eigenlijk voor een groot deel overbodig worden. Hè? Ja. Want normaal heb je jouw geld staat op een rekening bij een commerciële bank. En met CBDC's is dat niet meer zo. Dan staat jouw geld rechtstreeks op de rekening bij de centrale bank. Het uitgeven van leningen gaat via centrale bank. Dus ja, misschien nog een aantal services die ze kunnen leveren. Maar ze zullen wel een kleinere rol krijgen waarschijnlijk. Dus komt er toch een behoorlijke hoofdrol terecht bij zo'n centrale bank. Zeker, ja. En ja, ondertussen zien we dat de Rabobank dan voorsorteert op een ander verdienmodel. Hè? We hebben eerder in de uitzending ook al aangestipt. Zij gaan zich nu focussen, Barbara Baarsma noemde het echt een nieuw verdienmodel. De Carbon Bank met carbon als nieuwe valuta. Ja, dat is natuurlijk echt perfect te implementeren als je dus die digitale identiteit koppelt aan je bankrekening. Want zo kan je uitstoot kan gewoon precies gemeten worden. Al je uitgaven worden gemeten. Dat kan heel makkelijk berekend worden van hoeveel CO2-uitstoot levert dat dan op. Tenminste, dan is zo'n sociaal kredietsysteem in één keer niet meer zo ver gezocht. Nee, precies. Want als je je tax overschrijdt, wat is dan jouw straf? Ze kunnen gewoon jouw geld dan blokkeren voor een tijd. Of in ieder geval het zo programmeren dat je het niet meer kan uitgeven aan uitstotende activiteiten. Ja. Ja. Over implementatie gesproken, wat is de status nu als we kijken op wereldniveau? Zijn er al landen die actief zijn ermee? Of? Ja, zeker. Je ziet dat wereldwijd bijna alle landen, ik geloof 80% van de centrale banken wereldwijd, zijn nu bezig op de een of andere manier met de ontwikkeling van CBDC's. Sommige die zijn nog echt in de onderzoeksfase. Bijvoorbeeld de VS is aan het onderzoeken. Anderen die zijn al bezig met een pilot, dus die zijn het echt al aan het uittesten, aan het uitrollen. Voorbeeld daarvan is China. Ja, we zien het nu ook in beeld, fullscreen. Ja, inderdaad, de groene landen die hebben nu een pilot. Dus die zijn ermee bezig, daar kunnen mensen al gebruiken. Actief. Precies, in China in 15 provincies al bijvoorbeeld.
voor de mensen op de podcast. Dus dan is het China wat echt actief is, Zuid-Afrika. Rusland ook. Rusland. Maar het valt me op dat Afrika helemaal wit is. Wat betekent dat? Helemaal wit betekent dat er echt nog geen proeven mee zijn gedaan. Dat het nog niet op de agenda staat, zeg maar. En je ziet ook in Afrika dat er best wel veel verschil is. Hè? Dus sommige landen helemaal niet. Andere zijn ze al juist heel ver. Dus en als we dan bijvoorbeeld kijken naar Europa, als we daar even op inzoomen, dan zie je dat wij nu in de ontwikkelingsfase zitten eigenlijk. Dus het is er nog niet, maar het ontwerp is er, zeg maar, al het ontwerp is er. En ze zijn nu bezig om het echt de applicatie te bouwen. Ze hebben ook al een paar grote bedrijven in de arm genomen, waaronder Amazon, om de user interface, dus het deel, zeg maar, van de app die wij gebruiken, te ontwikkelen. Big Tech is echt enorm betrokken hierbij. Zeker, ja. Die speelt een grote rol in het ontwerp ervan. Ja. En de volgende fase is dan hier in Europa de pilot? Ja, dat wordt de pilot inderdaad. Dus dan kunnen mensen het echt gaan proberen. En ja, dan gaat het gewoon heel snel. Ja. En zoals we net al hebben besproken, er zitten natuurlijk een heleboel risico's aan. Hè? Het zal onze vrijheid enorm beperken. Het heeft de potentie om onze vrijheid echt eigenlijk verleden tijd te laten zijn. Omdat je gewoon geen vrijheid meer hebt over je eigen bestedingspatroon. En juist omdat wij in Nederland nog niet zo veel het hierover hebben. Hè? Zowel de media als de politiek. Het zijn een paar stemmen die het hierover hebben, maar er is nog geen breed debat. En ik denk dat wij als bevolking wel echt goed moeten nadenken of we dit wel willen. Zo'n wat als je dit niet wil? Wat kan je er dan tegen doen? Nou, ik denk dat het in eerste instantie belangrijk is om gewoon jouw volksvertegenwoordigers op te roepen om het hierover te hebben. Als jij hier zorgen over maakt, stuur een mail naar het Kamerlid waar je op wil stemmen. En push voor een debat hierover. Maar ook niet schrijf, genoeg, ook andere schrijf, organisaties, denk ik, zoals misschien Amnesty of Privacy First of dat soort. Zeker, clubs, als er maar een debat komt, inderdaad. Schrijf zelf een opiniestukje over. Praat erover met je omgeving. Hè. Als je deze aflevering kijkt en je schrikt hiervan en je denkt, nou, wat is dit? Wat komt hier nou op ons af? Ja, bespreek het met mensen. Veel mensen een die. Een praktische oplossing misschien wel. Maar goed, hoe lang duurt dat nog? Gewoon cash betalen. En zolang Zeker. Je dat middel blijft gebruiken, dan hoef je dit misschien wel niet te gebruiken. En dat vind ik ook een van de bezwaren. Hè. Het gaat om vrijheid, waar zo'n CBDC haaks op staat. Maar ook anonimiteit. Hè. Je wil misschien ook wel gewoon iets kunnen betalen zonder dat iemand anders hoeft mee te kijken met wat Zeker. Jouw uitgavenpatroon is of waar je het aan uitgeeft. En die man van de BIS hoorde ik het letterlijk zeggen. We don't know wat ze waarmee betalen. Ja, dat is precies de bedoeling misschien ook wel van cash geld. En zo moeten we het houden ook. Ja. En met die CBDC verdwijnt die hele mogelijkheid. Ja, precies. Dus eigenlijk zeg jij vooral bespreekbaar maken. Ja. En een proactief volksvertegenwoordigers benaderen en je eigenlijk dus laten horen. Mm-hmm. En jij zegt vooral niet ondersteunen en gewoon cash blijven betalen. Natuurlijk. Ja, duidelijk. Jelena Postuma, dankjewel voor je bijdrage.